gaf de assist aan Robin de Witt. Was jij dat? Ja, ik gaf hem. Stamata gaat. Ja, nog eentje. Komt er niet op bij ons, sorry. Dan is er altijd Denzel Dumfries. Ja, ik ben blij dat ik vandaag een goal heb gemaakt. Gakpo, ja! Dat is toch niet te geloven? Bal voor het doel, ja! Stefan de Vrij doet het! Xavi Simons! Een doelpunt voor de eeuwigheid van Simons! Welkom op de KNVB Campus in Zeist voor de Pesco. Hey, Jeroen, goedemiddag. Ja, Omar. Nou is het altijd een feest als we weer samen mogen komen, maar we beginnen met treurig nieuws. Ja, het is wel een bericht dat zijn schaduw over deze dag werpt. En zeker over deze persconferentie. Wat een ander gevoel, denk ik, over deze bijeenkomst dan we ons eerder deze dag hadden voorgesteld. Gecondoleerd, ben je geschrokken? Ja, ik heb een verleden met Johan. Ze zijn samen assistent geweest ook bij het Nederlands elftal. 98 zelfs nog, WK met Guus. Hiddink. Johan, welkom. Klein mannetje was dat mijn grote idool. Die wilde Cruijff zijn, die wilde Van Aardigem zijn en ik wilde Johan Neeskens zijn. Mogen we je aardigheid mag dat niet? Ja, natuurlijk. Ga gewoon zitten. Moet je wel snel zijn. Ik zou ook laten zitten. Dat is leuk, de training is open. Had ik me niet gerealiseerd. Maar er mag weer eens publiek bij. Dat gebeurt natuurlijk niet zo heel vaak. Overigens gaf de bondscoach wel aan dat we voor de training zelf niet hoeven te doen vandaag. Het is een hersteltraining. Jongens hebben gereisd. Hij zei eigenlijk, je kan vanaf nu voortaan altijd de maandagtraining wel overslaan. We maken eigenlijk altijd op die maandag er een hersteltraining van. Nou, dat is niet echt leuk, want het liefste speel je een leuk partijtje. De allerbekendste momenten van Neeskens is natuurlijk die penalty. Maar daar komt de penalty van Neeskens 1-0, we leiden! Maar er is wel echt een prachtig kleurenbeeld van een wedstrijd tussen Feyenoord en Barcelona. Daar had Neeskens als directe tegenstander deze man, Willem van Hanegem. Echt een van de allermooist bewaarde stukjes beeld ooit. Ik zou zeggen als eerbetoontje dat nog even om het hoofdstuk Neeskens af te sluiten. Guus Stil staat er sowieso niet op. Nee, ze hebben het vrij laat gemaakt. Mag ik een handtekening? Mag ik ook een foto? Ja hoor. Zo hè, deze hè. Nog even overgehouden aan dit middagje. Ga naar Koper, man. Broodje nog. Lekker, man. Ja, wil je ook? Ik krijg weer flashbacks naar het EK, man. Daar is hij hoor. Lekker joh, Thanks lekkere woord, dankjewel. Johan was een van onze allergrootste. We gaan het enorm missen. 1 opvallend gezicht daar, Jeroen. De man die voor energie moet gaan zorgen. Oh, Guus Stil. We willen energie hebben. Nou, als Guus gaat, dan hebben we energie. Die zal vanochtend ook niet verwacht hebben dat hij erbij zat. Nee, dat denk ik ook niet. Achter mij het einde van de open training. Iedereen weer onderweg naar huis, dus wij ook op naar morgen. Zo, goedemorgen. Sorry voor het lawaai. Als het lawaai van de bladblazers iets is gaan liggen, wie spreken we vandaag? Wiever en Van de Ven. Morgen. Soms vervelend, sta je goed? Nee, ik sta fantastisch. Die lijkt zich wel op te kunnen maken voor een basisplaats, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, ik voel me goed, ik voel me fit en klaar voor de 2 wedstrijden. Er zijn zoveel geblesseerd achterin. Ik zou niet weten wie anders linksback moet zetten. Je weet je eigen kwaliteiten, dan weet je ook wat je beste plek is. Ja. Ja, dat weet ik ja. Ja, dat vond ik wel eerlijk van hem. Vaak zeggen spelers dan, maakt niet uit, ik speel bij de trainer opgesteld en zo, maar hij was wel heel duidelijk. Ik kan ook linksback spelen, dat is ook zeker geen probleem. Alleen ja, mijn favoriete positie is natuurlijk gewoon centraal verdedigen. Maar dat zal het niet worden, denk ik. Nee. Want ik denk dat hij gewoon linksback staat. Het is een kleine stap van de Ven naar de nieuwe assistent. Jonk, ja. Voor Van de Ven is een van de belangrijkste personen in zijn voetbalcarrière, is Wim Jonk. Want die zag het in hem zitten. Heeft hij jouw carrière gered? Is het zo? Kun je het zo dramatisch stellen? Je hebt wel zeg maar, die knop omgezet dat het bij mij zeg maar, wel weer het geloof in kwam dat ik het kon gaan halen. Ja. Hij is wel daar een hele belangrijke factor in geweest. Ja. Nou ja, en kijk nu. 5 jaar. Een lamp uit tijdens het landrijden. Hij is aan. Ik richt me juist zelfs dat hij beter is.
moeten we eens bij hem doen. Tijdens het interview een beetje de lamp gaan draaien en versturen. Wie er ook weer bij is na lange tijd. Je bent even weg geweest. Je bent dus terug van weg geweest. Hoe voelt dat? Ja, goed. Het gaat gewoon goed. Ik heb nergens last van. Geblesseerd geraakt. Risicootje genomen, vertel voor de bekerfinale, ja. Maar dat heeft helemaal niet goed uitgepakt. Dat is wel heel frustrerend. Is het een les? Ja. EK gemist. En dan komen ze verder en verder. Ja, dan wordt het soms, dat je denkt van ja, het zal toch niet dat je dat dan mist op deze manier. Ik denk dat Wiever het heel moeilijk gaat krijgen. Gravenberg, die natuurlijk herboren is. Quinten Timber, Koopmeiners die nog niet, die er niet bij is. Schouten, Frenkie de Jong, dat zijn er echt wel veel. Ja. Dankjewel, Mats. Nog één? Of, ja, nog eentje. Dankjewel. Komt er niet op bij ons, sorry. Budapest, de Puskas Arena, voor jou een terugkeer. Nee, na het EK van 2021, ja. Ja. Dramatisch bezoekje was dat, ja. Het was de wedstrijd van Matthijs de Ligt. En hier is de Ligt, die verzuimt. Het is rood voor Matthijs de Ligt. Hier gebeurt het onvermijdelijke, de goal van Holesch. Daar is de goal van Patrick Schick. Ongeveer deze plek heeft een heel ander stadion gestaan. Het nepstadion. Ja, maar dat is niet dit. Dat is niet, dit. Is niet dit stadion. Het is wel deze plek. Maar nu dus de Puskas Arena. Ja, het is een mooi stadion. Ja. Kijk, dankjewel. Ja. Zo, ik kan ook niet zeggen dat de commentatoren nou heel dicht op het veld zitten. Achter mij de kleedkamer van het Nederlands elftal. Daar aan de overkant de Hongaren. En als je hier de trap afloopt, dan kom je daar het veld op. Ja, dit vind ik niet dat je kan zeggen. We gaan weer een stadiondiscussie hebben met ons tijdens DK. Qua moderne stadions komt deze toch wel hoog op mijn lijst binnen, moet ik zeggen. Ik pen even heel snel naar je collega. Dr. Stadion. Dr. Stadion, absoluut. Buitengewoon te spreken over deze bak. Groene vlaggetjes worden alweer uitgerold. Het zal ongetwijfeld een mooie sfeer zijn. Ja, is dit stomme dat het in het shot staat of niet? Ja, zijn jullie uit de... Dankjewel jongens. Goed. Entourage, zal het heel fijn. Niet zo'n sweet memories hier. Nee, hè? Niet verwacht, hè Bas? Oud geit, joh. Dat is verschrikkelijk. Die hoort er ook bij, hè? Als ik de week zo nu heb bekeken, is iedereen scherp en klaar ervoor. Hoe is het eigenlijk met jou? Volgens mij heb je bijgetekend, hè, in Italië. Officieel heb ik nog niet bijgetekend. Steeds een voorbehoud. Ja. Bevestiging. Ja, ik hoop gewoon zo snel mogelijk bij te tekenen, zodat we daar een streep achter kunnen zetten en vooruit kunnen. En voor de echte liefhebbers, dit is het doel van de stift van Robbie de Wit. Ja, dat weet ik nog, maar Robbie de Wit. Ja, die wedstrijd, ja. Klopt. Oh, is dit hem? Wordt dit hem? De Wit, ja! We moeten misschien even vragen wie de assist gaf van Robbie de Wit. Ik gaf de assist aan Robbie de Wit. Was jij dat? Ja, ik gaf hem. Stamata gaat, geen buitenspel. De Wit. Ik gaf de paas naar de zijkant. Nee, dat maakt niet aan. Heden. Belangrijk. Dat gevoel is goed. We hebben zowel gisteren als vandaag gewoon heel goed kunnen trainen. Kijk er wel naar uit morgen. Terwijl achter ons de Puskas Arena echt best wel mooi verlicht is. Overbelasting. Of je hebt de nodige mensen ondertussen gesproken. Nou, het is wel de minst geschikte spreker daarvoor. Dumfries. Een van de weinige spelers in het internationale topvoetbal op dit moment die meer wil spelen dan minder. Nou, dat zou je wel zeggen, hè? Ja, maar ik denk alle spelers die op de bank zitten, die willen natuurlijk meer spelen. Ik moet je eerlijk zeggen, weet je, is het nou wel zo heel veel meer dan het ooit was? Natuurlijk, er is in de Champions League wat bijgekomen. Het schema is gewoon vol. En dat gaat denk ik ook niet ten goede van de kwaliteit van het voetbal. Dat wordt soms ook wel een beetje overleven. Het is zo'n mooie sport en de kwaliteit daarvan moet je proberen te bewaren. Zo, goedenavond allemaal. Het is matchday, dus dan zijn we snel onderweg naar matchday. Beetje in het hol van de Leo Pascal. Hij komt er vandaan, meer dan hier, ja, komt er vandaan, hè? Hij stelt de vraag aan Pascal. Ja. Zit je er nu alweer doorheen? Ja. Nee, gewoon terug op het oude nest. Toch wel een tikkie verdwaald op YouTube. Platform dat toch bedoeld is voor jonge kijkers en luisteraars. Dat staan wij dan met z'n drieën. Spelen jullie ook wel eens spelletjes als FIFA? Voordat ik kinderen kreeg, had ik best wel wat vrije tijd. En dat stak ik voornamelijk in FIFA. Ik was toen de zesde of zevende van Nederland. Je ging echt de hele nacht erdoor. Ja. Oh. Nou gaat dat zo. Mooi ding, hè? Ja. Ben je dan ook weer omhoog? Ga zitten, Bas. Visagie in de studio. Dat is een nieuwe. Dat is ruimtegebrek. We kunnen hier ook de lichtmast van het Puskas Arena uitdraaien waarschijnlijk. Kun je misschien toch die kleuren nog veranderen aan de buitenkant? Ja, precies. Zie ons hier live binnenkomen. Ja, het is wel mooi. Nou, zoals jullie zien is de avond ondertussen gevallen in Budapest. De eerste plukjes supporters, die zijn er ook al. Helemaal bovenin, daar zitten de oranje fans weggestopt. En achter mij staan ook al de eerste oranje spelers op het veld. Ja, dat is nou,
daar loopt hij hoor, op zoek naar een PlayStation. Kijk, ik had de opstelling. Het is precies zoals we dachten. Dat voelt altijd wel lekker. Dus Cirkzee in de spits en Timber, Reinders en Gravenberg. Hadden we het helemaal goed. In één keer? Ja, net of we de verstand van hebben. Dit zijn ongetwijfeld de toeschouwers die voor het meeste lawaai gaan zorgen vanavond. Mooie trommels. Kijk, denk je. Zirkzee. Ja, dan hadden we wel aanzien komen, ja, toch? Waar verwacht je nou dat vanavond Zirkzee speelt? Ik denk het wel, totdat een van de twee zo duidelijk de beste is dat je daar niet meer omheen kunt. Maar als je echt bij kwalificatiewedstrijden of op een toernooi, dan zal die denk ik niet meer doen. Maar nu, ja, maar dat niet. Wat denk jij? 0-3. 1-1. 0-3, 1-1. Afgelopen week werd het Nederlands voetbalwereld opgeschrikt door het overlijden 73-jarige leeftijd van een van de grootste voetballers die Nederland ooit gehad heeft. Dat is Johan Neeskens. Wat een prachtige actie van Zirkzee. De eerste kans van de wedstrijd is voor Hongarije. Reinders, daar is ruimte, daar is een schot. Zeer nuttig ingreep. Daar de voorzet en wat een ruimte. En dan is daar ook de goal. En na een half uur pakt Hongarije de leiding in Budapest. Het lijkt erop dat Nederland een indirecte vrije trap krijgt. En dit is inderdaad tegen de regels hoe Hongarije hier deze doeltrap wil nemen. Zirkzee, Reinders, Simons of Gakpo. Het wordt Gakpo en hij zit er niet in. Ja, dat is wel mooi door de benen. Virgil van Dijk die hier te fel fulmineert tegen de arbitrage en daardoor geel krijgt. En voor deze actie zijn tweede gele kaart krijgt. Vrije trap met Gakpo. En een goal! Ja! Nu wel! Met het hoofd binnengekopt. Er werd uiteindelijk te weinig gecreëerd. En de kansen die er kwamen werden niet verzilverd. Dan is er altijd Denzel Dumfries, die ook nog wel een keer mee naar voren wil. Ja, ik ben blij dat ik vandaag een goaltje maak. Maar goed, dit gaat hier natuurlijk voor de 3 punten naartoe. Uiteindelijk denk ik dat 1-1 wel terecht is. Nou, bij het verlaten van het stadion. Zo. Wat een kutstadion. Weer zo'n avond. Ja, hele moeizame wedstrijd. Kijk, die Hongaren die willen er helemaal niks van maken. Dat is ook wel goed. Dat is ook wel weer mooi. Els opbelt. Even opnemen. Ja, Mr. FIFA. Daar was altijd nog Denzel Dumfries. Er is altijd Denzel Dumfries. Nemen we dat mee naar München dan? Wel zonder Van Dijk. Nee. Vond je het trouwens rood? Ik denk dat het vooral de eerste, dat begrijp ik persoonlijk helemaal niet. Je wordt heel vaak erop geattendeerd dat wij degene zijn die mogen communiceren als aanvoerders. Die eerste was natuurlijk een beetje licht en een beetje flauw. Die tweede gele kaart. Ja, die tweede daar. Ja. Uiteindelijk bij die tweede geef ik hem wel een reden om een gele kaart te geven. Ja, je hebt een avond vrij tegen de Duitsers. Ja, maar ik blijf gewoon erbij. Dus ik blijf je erbij? Ja, tuurlijk. Aanvoerder waardig. Ja, tuurlijk. Aan de andere kant, weet je, het gaat veel over het drukke speelschema. Dan heb je een keer kans om naar huis te vliegen en gewoon bij zijn familie te zijn. En dan kies je er toch voor om erbij te blijven. Ja, ik vind het wel opvallend. Maar Tien doet dat nou niet, jongen. Je zit hier ook met echt 6 van die dingen in de handen. Lollies. Ik hoef geen marathon te lopen, dus mij maakt niet uit. Mr. FIFA. Nee, niet. Vroeger was ik echt heel goed, maar wie gelooft dat nog? Potje samen knallen binnenkort? Dan moet je me even de tijd geven, maar dan moet PlayStation, ben je goed. Nou, dat gaan we zien. Wil jij me afsluiten?